Wat een gezellig familieweekend wordt gemaakt voor een familie uit de buurt van Düsseldorf eindigt in een drama. 4 mensen rijdt ze te wetter en de helpdiensten komen massaal naar het PM-kanaal bij Spannenburch. Er waren sprutsen van meerdere dierlijke slachtoffers. Maar de Maineffens burgemeester Looman van gelok sprutsen worden dat er een soort wettersparters in de buurt van de omvaring wienen. Het was goed dat het een vrije dag was, dat er heel veel scheepvaart was, dus ook pleziervaart. En die mensen hebben allemaal geholpen en die zijn gelijk toegesneld en die hebben mensen direct uit het water gehaald. En als dat niet gebeurd was, dan hadden we vast veel meer doden te betreuren gehad. Ze had een groepje jongeren dat toevallig voorbijvaarde een flinktal drinkelingen uit het water hellen. De gemeente wilde redders graag passend bedankje. Beziek het nou te achterheljen waard alle jaren in de buurt van het ongeluk wienen. Ja, als die mensen niet geweest waren, hadden we veel meer mensen te betreuren gehad. En wij willen ze gewoon op gepaste wijze bedanken. We zijn ongelooflijk trots op ze. Het onderzoek naar de omvaring is nog dwaande. Het vrachtschip laat intussen in Amsterdam. De politie houdt het voor eerst op motorpech. Daardoor kwam de langwaarde sloep dwars in de vaarroute van het vrachtschip te lezen. De Duitse familie hierde de sloep een jaar bij een recreatiebureau in Jiskenhuizen. En daar liet ze u weten dat ze er eigenlijk net om wilden dat de motor malheur kregen had. Want, zo zei de verhierder, de sloepen binnen altijd goed onderhouden. Wel is het zo dat elsenien een sloep hieren kan. Ek had je geen vaarbewijs had. Kun je in zo'n geval in een onsprakelijk stellen? Nou, volgens mij niet. Dit is puur toeval. Het is het noodlot wat toeslaat op het moment dat je op de verkeerde plek, op de verkeerde plaats en tijd bent. Ja.